Welkom bij De Nieuwe Wereld, verdiepende gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is Ad Verbrugge en vandaag is bij mij te gast Sjoerd Beugelsdijk, hoogleraar internationale bedrijfskunde. Sjoerd, welkom. Dankjewel. We gaan het hebben over jouw boek, De Verdeelde Nederlanden. Jawel. Recent uitgekomen. Ja. Raakt ook aan allerlei thema's die hier aan tafel ook regelmatig voorbij komen. Ook thema's waar ik zelf ook mee bezig ben. Laten we eerst maar beginnen. Hoogleraar internationale bedrijfskunde. Verwacht je niet direct zo'n boek van? Nee, misschien niet. Hè? Nee, maar dan moet ik misschien toelichten. Ja. Ik heb altijd op het snijvlak van economie en sociologie geopereerd. Dus mm-hmm. Ik vind economie en bedrijfskunde interessant, maar ik vind het vooral interessant worden daar waar het aan de grenzen van de discipline opereert. Ja. Dus dat is een wat technisch antwoord, maar het wordt gewoon spannend als economen wat gedwongen worden over de grenzen van hun eigen vakgebied heen te kijken. Ja. En internationale bedrijfskunde heb je dat automatisch. En want als je dan zegt, ja, een economie hangt, de manier waarop je een economie hebt georganiseerd, hangt samen met hoe een samenleving in elkaar zit. Nou, er zijn verschillende manieren waarop dat in de wereld georganiseerd is. Nou, dan kom je bij internationale bedrijfskunde. Dus de stap lijkt heel groot, ja, maar is eigenlijk niet zo heel groot. Jij haalt ook nog een Nederlandse socioloog aan, hè, in de jaren 60. Wat is zijn naam ook alweer? Geert Hofstede. Ja, Hofstede, ja. Die eigenlijk als eerste ook cultuur in kaart bracht. Hè, ja. Aan de hand van een aantal parameters. Ja. Ja. En daarmee eigenlijk de grond ook legde van een soort... Ja, soort, absoluut. Hij is een van de eerste die dat meetbaar heeft gemaakt. Ik denk dat hij daar nog steeds de credits voor krijgt. En terecht ook. Ja. Hij werkte bij IBM, een grote multinational. Ja, ja, ja. En had op de HRM-afdeling. En had toegang en de mogelijkheid om allerlei enquêtes uit te zetten onder werknemers van IBM in heel de wereld. Ja. En hij ontdekte gewoon een patroon in die antwoorden. Ja. Dus dat ging over allerlei vragen rondom onzekerheid op de werkvloer, stress, leiderschap. En dat is eigenlijk de start geweest voor, nou, je kunt misschien wel zeggen voor een heel vakgebied wat daarnaar heeft gekeken. Ja. Verdeelde Nederlanden. Je gaat in eigenlijk op de groeiende polarisatie. Je doet aan het einde van het boek ook nog een voorstel hoe we dat mogelijk kunnen overwinnen. Daar gaan we het zo over hebben. Het begint met een analyse van wat je zou kunnen noemen zoiets als de Nederlander in de ogen, de Nederlandse identiteit. De Nederlander mm-hmm. Door de ogen van de Nederlander, om het, het zomaar te noemen. En dat zet je af tegen dat proces van globalisering, ook individualisering, en wat dat ook met de politieke dynamiek doet. En ja, je probeert toch een soort groot verhaal neer te zetten. Hè? En je spreekt zelfs over de perfecte storm. Dat een aantal lijnen bij elkaar komen die deels kunnen verklaren wat we nu aan maatschappelijke dynamiek in ons land ontwaren. Niet alleen bij ons, maar zeker ook in Nederland. Dat is misschien even toch, ik zei al, voor mij niet meest voor de hand liggende boek wat je verwacht van een internationaal bedrijfskundige. Maar jij geeft het al aan, je hebt die fascinatie en ook vanuit natuurlijk een economisch perspectief is het ook, denk ik, zorgwekkend wat er gaande is. Maar misschien kunnen we even toch een beetje de opbouw van je boek volgen. Wat versta je onder die perfecte storm waarin we nu zouden zitten? Wat ik daarmee bedoel is dat die polarisatie waar we nu in zitten, dat is geen toeval. Mm-hmm. Maar dat is een samenkomst van een aantal hele grote trends. En wat ik in dat boek probeer te doen, is die trends afpellen. Mm-hmm. En ik probeer die zo toegankelijk mogelijk te maken. Want wat betekent nou globalisering? Wat betekent dat voor Nederland? Wat betekent dat voor Nederlanders? Nou, een van de dingen die betekent is dat leefwerelden uit elkaar zijn gegroeid. Ja. En dat is relevant, want mensen identificeren zich met een groep. Hebben behoefte om zich te identificeren met een groep. En laat nou door individualisering die behoefte om je ergens mee te identificeren, om een groep, om houvast te vinden, laat dat nou ook zijn toegenomen. En laat dat nou ook nog in een bedje vallen, hè, van globalisering, individualisering, dat grenzen poreus zijn geworden, dat mensen zoeken naar, wat ik al eerder zei, die houvast. Maar vooral ook, welke identiteit meet ik me dan eigenlijk aan en bij welke groep wil ik dan horen? Nou, de combinatie van die dingen, dat is een soort cocktail, leefwerelden die uit elkaar lopen,
behoefte aan, ik wil me ergens mee identificeren, maar dan ook gekoppeld aan, ja, identificeer ik me dan eigenlijk met vrij universele normen als vrijheid van meningsuiting, recht op demonstratie, of zoek je het wat meer in lokale symbolen en tradities? En die combinatie van die dingen, die werkt zo desastreus uit, omdat je daarin ziet, aangewakkerd door sociale media, dat die verschillen alleen maar meer worden benadrukt. Ja. Dus het is de combinatie, dus de perfecte storm, daarmee bedoel ik, het is de combinatie van die factoren. En het is ook zo gebracht, ik wilde het bewust zo brengen, omdat ik vind dat er te makkelijk wordt gezegd, ja, het is de sociale media. En dan wordt dat als een soort, nou, dat is dé factor, dus als we sociale media maar weten te kanaliseren of weten te beperken, of aan te pakken, als we het over Facebook hebben, dan zou het wel minder worden. Nou, dat is denk ik echt een versimpeling van de werkelijkheid. Nou ja, als je de geschiedenis enigszins kent, ik bedoel, het grote tumult, ook in ons eigen landje, is toch begonnen met Fortuyn. Dat was nog in een tijd waarin die sociale media, ja, wel een beetje een rol speelde, maar toch eigenlijk was dat een beweging die nog heel hoge mate zich binnen traditionele media voltrok. Overigens ook in een gespannen verhouding daartoe. Hè? Ja. Maar iedereen herinnert zich nog wel het beroemde fragment van Fortuyn na de verkiezingsoverwinning. Gemeenteraadsverkiezingen. Ja, berucht natuurlijk. Ja. Berucht, ja. Nee, maar dat was binnen de traditionele media echt zo'n iconisch moment. En toen zagen we eigenlijk al heel veel van wat de jaren daarna alleen maar sterker is geworden. Ja. En het is zonder meer een feit, wat je zegt, dat die sociale media dat hele verschijnsel nog versterken. Ja. Daar op mijn tafeltje ligt Castells, dus de twee delen van zijn trilogie over Information Age. Ja. Ik moest ook regelmatig daaraan denken. Dat is een boek wat ik ook hier ter tafel wel eens noem. Het is voor mij toch een uit de hoek van de sociologie, maar ook, ja, het is nog breder dan dat. Er zitten filosofische elementen in. Ja. Maar is het nog steeds een boek dat hoogst actueel is? Ik denk dat jij ook veel herkent. Hè, van wat heel veel. Laat me even, wat je zegt is, en dat speelde bij Castells ook een rol, die globalisering en het creëren van wat hij noemt het net. Dat brengt mensen enerzijds terug naar hunzelf. Dat zelf wordt eigenlijk losgeweekt op allerlei en wij zoeken opnieuw ook weer houvast. En dat is dan de power of identity, zoals het tweede deel. Dus een netwerksamenleving en een soort identiteitshonger, behoefte die er bestaat. Nou, dat is ook een schema wat bij jou heel duidelijk naar voren komt. Je brengt een aantal elementen in, dat doe je in je inleiding al, waarin je zegt, ja, je ziet dan dus ook, laten we zeggen, bijna polaire bewegingen. Je hebt bijvoorbeeld traditionalisten. Ja. En daar staan dan de universalisten of zou je zeggen globalisten. De globalisten. Kun je er eens een paar schetsen van hoe je. Want dat is inderdaad een deel van de, dat is, de dynamiek. Dat is een deel van de dynamiek. Dus het paradoxale is eigenlijk dat er zijn heel veel Nederlanders die zitten in het midden. Die identificeren zich met, wat ik zo meteen zal toelichten, die beide flanken van die discussie die je hoort. Maar die flanken domineren wel het debat. En die flanken, dat flanken het debat domineren is altijd zo geweest. Daar is niks nieuws aan. Alleen dat is wel steeds feller geworden. En de manier waarop die flanken van zich laten horen, Die slaan ook het midden weg. Die slaan het midden weg, omdat mensen ook het gevoel hebben dat ze moeten kiezen. Ja, hè? Dus we gaan van een situatie waarin je nog een soort grijs middengebied had, hebben steeds meer mensen het gevoel, ja, maar ik moet nu, neem de Zwarte Piet discussie. En die is onder andere zo uit de hand gelopen, omdat mensen echt het gevoel hadden dat het een soort ja-nee discussie werd. Ja, of neem nu heel actueel corona. Ja. Gevaccineerd, ongevaccineerd. Prikpolarisatie. Het wordt allemaal, het is een beetje, het wordt een soort 0-1 wereld waarin we gaan leven. Ben je voor of ben je tegen? Maar om een paar van die flanken te schetsen, kijk, als jouw leefwereld bestaat uit, Ik chargeer het even, hè? Dus ik ga het heel scherp neerzetten. Maar als jouw leefwereld bestaat uit een globale elite waarmee je identificeert, als jij net zo makkelijk in Oxford als op de Vrije Universiteit had kunnen studeren, als jouw leefwereld bestaat uit hoogopgeleide andere bankiers, dan heb jij een andere leefwereld. Ja, die allemaal naar de Bikram yoga gaan. En, we zetten het allebei wel heel scherp aan, maar om het punt even te maken. Ja. Maar daar staat ook een andere leefwereld tegenover.
En die andere en het punt is dat die leefwerelden die komen elkaar steeds minder tegen. Die leefwerelden die zijn gewoon ook door globalisering echt onder druk komen te staan. Dus de mate waarin mensen elkaar tegenkomen, die is gewoon afgenomen. Maar dat is zeg maar, wat Castells noemt, de space of flows en de space of places. Dus, ja. Dus die globalisering als een eigen ruimte. Mensen met een leefstijl, met een bepaalde moraal, soorten muziek, soorten films, series. Ja, absoluut. En de betekenis van je lokale omgeving. Hè, en daaraan gekoppeld dus ook lokale symbolen, lokale tradities. En nu is de stap naar Zwarte Piet heel klein. En ik wil het niet allemaal aan Zwarte Piet ophangen. Maar dat is zo'n dankbaar voorbeeld, omdat je daar ziet hoe het fout gaat. Of hoe zo'n debat mis gaat lopen. Als die flanken gaan domineren. Ja. Dus voor de ene in zo'n debat wordt het dan, ja, ik heb het recht om daartegen te mogen demonstreren. Want ik identificeer me met een groep die staat voor vrijheid van meningsuiting, recht op demonstratie en dat internationaal, dus dat Black Lives Matter. Dat is dan de ene kant van het verhaal. En de andere kant van het verhaal wordt dan, ja, maar ik identificeer me heel sterk met symbolen en tradities en het Sinterklaasfeest is daar een onderdeel van. Ja, en hoe durf je mij en mijn ouders racisten te noemen? Nou ja, los van dat die discussie ook gewoon taaltechnisch niet altijd fijn verloopt. Je kunt je ook anders uitdrukken. Ja. Je kunt zeggen, Sinterklaasfeest is een racistisch feest. Ja, dat iedereen zit wel die het bijna viert. Bij een van jouw oplossingen. Hè? Ja, dus, het heeft er wel mee te maken. Hoe je je uitdrukt over dit soort dingen. Maar om terug te komen bij die flanken. Ja, dan krijg je dus een discussie waarbij je ofwel staat voor Black Lives Matter en vrijheid van meningsuiting en recht op demonstratie, ofwel je wordt een kamp ingedrukt of hebt het gevoel dat je een kamp wordt ingedrukt, dat het moet opnemen voor Zwarte Piet. En wat ik altijd zo vervelend aan deze manier van discussiëren vind en heb gevonden, is dat het die middenpositie helemaal wegslaat. Want ik hecht enorm aan bepaalde symbolen en tradities. Daar zijn ook een aantal tradities bij die gewoon aan verandering onderhevig zijn. Allemaal prima. Maar tegelijkertijd vind ik het fantastisch om in een internationale setting te opereren. Ja. En het gevoel dat ik daartussen zou moeten kiezen, vind ik buitengewoon onaangenaam. En daar kwam ook wel een deel van de motivatie voor het schrijven van het boek vandaan. Van ja, dat nee, maar dat kan natuurlijk ook prima. Hè? Ik bedoel, op de universiteit zien we sowieso al dat natuurlijk een hele traditie bestaat van zowel lokale oriëntaties, zeker toen de universiteit nog ook in het Nederlands opereerde. Nu, maar goed, daar kunnen we het zo nog wel even over hebben. Ja. Maar ook wel degelijk gewoon natuurlijk internationale samenwerkingen, netwerken en contacten. Hè? Dus dat is die. Ik denk dat kan elkaar ook versterken. Hè? En dat, absoluut, absoluut. Ik denk eerder dat het nu van een verschraling sprake absoluut, is. Hè? Absoluut. Dus dat is maar goed, dit is dus één zo'n as. Kun je er nog meer onderscheiden? Ja, zo'n andere as. Hè? Dus hang je meer aan de traditionele symbolen en tradities, of identificeer je meer met die universele burgerlijke vrijheden. Een andere as is maar die hangt daarmee samen. Hoe sta je in het debat rondom identificeren met gemeenschap? En wil jij een sterk afgebakend gevoel van gemeenschap hebben waar je herkenbare, en daar komen die symbolen en tradities weer, waar je herkenbare symbolen en tradities hebt? Of identificeer jij je veel meer met, nou, die gemeenschap die heeft, zoals ik het zelf noem, poreuze grenzen. Is een grens voor jou een stippellijntje? Of is dat een harde doorgetrokken streep? Nou, daar zie je ook dat die spanning terugkeert. En dat bedoel ik ook met een perfecte storm. Eigenlijk komt dat elke keer weer terug op dezelfde vraag. Hoe identificeer je? En dan kom je bij dat identity-vraagstuk wat je net al noemde. Ja, en je noemt er nog een die denk ik heel belangrijk is. Die ook door Piketty natuurlijk naar voren is geweest. Dat is dat arm en rijk. Hè? Ja, dat enorm. Dat het hele tof vraagstuk rond vermogensverdeling. Ja. Ja. Ook binnen de economie nu toch langzamerhand echt wel een thema antwoord. Ja, gelukkig. Heeft even geduurd. Gelukkig. Heeft even geduurd. Ik beschrijf het ook. Dat heeft ontzettend lang geduurd. En nog steeds zijn tekstboeken worden gedomineerd door discussies over groei. Ja. Discussies over ongelijkheid beginnen langzaamaan echt ook zijn plek te krijgen. Het is nu evident als we kijken naar huisvesting bijvoorbeeld. Hè, dat er ook nog eens een generationeel aspect doorheen speelt. Als je het hebt over inkomensmobiliteit, dan is met name de voor millennials, dus geboren na 1980, is aantoonbaar dat die inkomensmobiliteit aan het afnemen is. Dus de mate waarin zij het beter kunnen krijgen dan hun ouders. Ja. Die neemt ook af. Ja. Nou ja, is dat natuurlijk voor een deel ook een logisch proces. Hè? Zeker wanneer je toch een redelijk
diploma-samenleving hebt. Ja. Waarin je ziet dat ja. het aantal hogeropgeleiden toeneemt. Ja. Kortom, die ouders hadden een soort voorsprong in ze academisch. Ja. Maar nu zie je dat zo gedemocratiseerd is. Wat daar mooi aan is dat vertaalt zich dan, en daar maken economen tot op de dag van vandaag maken ze daar ruzie over, van ja, in welke mate is er nou sprake van toegenomen ongelijkheid? En dan de aloude discussie tussen inkomens en vermogens. Maar in Nederland, en daar is toch steeds meer consensus over, is die inkomensongelijkheid, nou daar kunnen we dan over debatteren, ja. de mate waarin. Ja, maar met name die vermogensongelijkheid. Enorm, en, ja. en die getallen, als je die op je in laat werken, dan zijn die ja. enorm. En waarom doet dat er nou zo toe? Kijk, dat doet er toe omdat je als je in een situatie terechtkomt met zoveel tijdelijke contracten, zoveel nulurencontracten, contracten, dan dat kan wel als je buffers hebt waar je op, ja. Als je op kan leunen. Maar als je die niet hebt, dan is de combinatie van beperkt vermogen, gewoon spaargeld, een tijdelijk contract of een nulurencontract, een overheid, dat is een ander aspect wat ik bespreek, een overheid die steeds meer is gaan terugtrekken en steeds meer heeft gezegd, ja, het is je eigen verantwoordelijkheid. Ja, de combinatie van die dingen maakt het dan wel heel erg ingewikkeld. Ja, ik had hier een aantal maanden geleden Ron Meijer op bezoek. Ja. Met zijn boek De Onmisbaren. De Onmisbaren. Nou ja, goed, natuurlijk een van de sleutelfiguren in de SP. Maar ik was daar ook wel, zowel door zijn boek als door het gesprek, ook echt wel door geraakt. Je merkte dat hij in dat opzicht toch dat thema van ongelijkheid echt tot in zijn vezels doorvoelt. En ja, ook, eigenlijk, ja. ook daar politiek probeert een vertaling aan te geven. Ik kwam het bij jou ergens ook tegen, hè? Dus dit toch wel een soort bekommernis om, ja. om wat je daar ziet gebeuren. Ja. Tegelijkertijd denk ik dat als je dit nu eens, dit programma van jouw boek, hè, en nogmaals, ik denk dat Fortuyn er misschien ergens ook wel aan raakte. Ik heb zelfs ooit met mijn tijd van onbehagen, hè, raak ik ook aan allerlei thema's, zoals we met de filosofische school doen. Dus het past heel erg ook in wat wij ook herkennen. Maar als je nou vraagt, ja, wordt dit nou echt politiek al opgenomen? Deze problematiek? Ja en nee. Dus ik krijg wel eens vragen van journalisten. Ja, wat ben je nou optimistisch of ben je nou pessimistisch? En dan is mijn antwoord, als ik 's avonds naar bed ga, dan ben ik soms wel eens een beetje pessimistisch. Ja. Zeker als je dan nog weer eens een talkshow hebt gezien waarin mensen elkaar voor rotte vis uitmaken. Maar een nachtje slapen en dan toch nog eens een keer in alle rust kijken. Wat vinden eigenlijk en wat vinden de Nederlandse instituties van dit onderwerp? En dan word ik wel optimistisch. Mm-hmm. Want jij noemde Ron Meijer van de vakbond. Maar notabene, de werkgevers, VNO, NCW, MKB Nederland, die hebben een agenda 2030. Dat is een strategische agenda voor de komende jaren. En dat begint met een discussie over polarisatie. Die noemen expliciet polarisatie en die benoemen ook het belang van een evenwichtiger balans tussen arbeid en recent, kapitaal. Recent, hè? Recent. Ja, dat is iets van het laatste half jaar. Ja, maar, ja. Of iets langer, want ze hebben die gesprekken langer geleden gevoerd. Maar dat geeft, het belang van de werknemer wat meer in balans brengen, arbeid ten opzichte van het kapitaal. Dat is dus niet iets wat de vakbonden zeggen, dat zeggen de werkgevers zelf. Nou, zo zijn er meer instituties, de Sociaal-Economische Raad, de politieke partijen zelf. Als je de politieke programma's in maart van afgelopen maart 2021 bekijkt, dan is er bijna geen enkele politieke partij die niet direct, dan wel indirect, aan dit probleem relateert. Dus het staat echt op de agenda. Mm-hmm. De grote vraag is een beetje, hoe ga je daar, als je totaal versplinterd bent met 17 partijen, hoe ga je daar invulling aan geven? Ja, want dat schets je ook, hè? We hadden het net al even over bijvoorbeeld de universiteit als zo'n institutie. Nou ja, ik ben daar de laatste jaren ook behoorlijk kritisch op die universiteit, om verschillende redenen. Maar ook omdat ik zeg, jullie zijn de grote motors achter de globalisering. Je hebt al gekozen voor één pijler. Je bent niet meer de plek waar je bemiddelt tussen die twee, globalisering en localisering. Maar met de verengelsing, of met de internationalisering van onderwijs, die nergens in Europa zo sterk is als aan de universiteit. We hebben gigantische aantallen buitenlandse studenten. En nogmaals, ik ben er helemaal niet op tegen dat er buitenlandse studenten zijn. Maar je merkt wel, als je het hebt over die eigen ruimte, hoe een deel toch van, laten we zeggen, onze academische elite wel heel sterk de neiging heeft
om in die internationale bubbel, met ook die internationale moraal. Dus laten we zeggen, de woke agenda of de Black Lives Matter agenda eventueel. Ja. Of en nogmaals, daar kun je best natuurlijk mee in gesprek gaan, maar wat jij in je boek op een gegeven moment noemt, van ja, hoezo gaan we één op één de geschiedenis van Amerika gewoon implementeren in het debat over bijvoorbeeld etniciteit. Ja, ja, dat gaat dus ook niet. En dat roept dus enorm veel weerstand op. Ik denk dat dat terecht is. Dus ik ben doorlopend in het boek niet normatief. Ik probeer zo lang mogelijk mijn eigen gedachtes niet door te laten schemeren over dit onderwerp. Maar als er een onderwerp is waar ik echt pal voor sta, dan is het wel, en daar heb ik een sterke normatieve opvatting over, is het pas nou op met het importeren van die Amerikaanse discussie rondom polarisatie, rondom etniciteit. Ik heb een paar jaar in de VS gewoond en gewerkt. Ja. Ik denk dat ik van dichtbij heb gezien, dat waren de jaren voor Trump. Ik werd omringd. Ik woonde in een omgeving waar veel Trump-aanhangers waren. Ik heb dat langzaam zien gebeuren. Ik zag toen vervolgens, toen ik in Nederland terugkwam... Dus het waren in de Obama-jaren, zeg dat, maar. Dus ik zat in de Obama-jaren daar, 2013, 2015. 2016 werd Trump verkozen. De staat waar ik woonde, die was werd gedomineerd, South Carolina, door Trump-aanhangers. Ja. Mm-hmm. En het voordeel daarvan was dat je daar als Europeaan, als Nederlander, stelde ik me altijd op van, ik mag hier niet stemmen. Dus mijn mening doet hier niet toe. En dat stelde me in staat om eens rustig te horen hoe die gesprekken verliepen. En dat verliep steeds heftiger. Onder andere omdat ras daar echt een onderwerp is, etniciteit een onderwerp is, race in het Engels. Dat is echt een onderwerp wat een hele andere betekenis heeft in de Amerikaanse context dan in de Nederlandse. Ja. En dan moet je dus ook met woordgebruik, als je terugkomt in Nederland en je ziet dan bepaalde woorden die letterlijk over worden genomen uit het vocabulaire wat daar wordt gebruikt, daar moet je ontzettend mee oppassen. Ja. Er zijn wel eens woorden gebruikt als, is er kritiek op een bepaalde beweging en wordt gezegd, maar er is hier een lynchcultuur. Ja. Dat is een woord wat een connotatie heeft, daar moet je ongelooflijk voorzichtig mee zijn. Dat associëren we toch echt met een bepaalde periode in de Verenigde Staten. En als je die historische context aan de kant gooit en je neemt die woorden over en je gebruikt ze in de Nederlandse discussie. Ja, ik beschrijf in het boek ook dat blackface in de Verenigde Staten en Canada gelijkstellen aan de Zwarte Piet discussie in Nederland. Ja, dan doe je geen recht aan beide discussies overigens niet. Ja, maar dat is de verwarring die dan gaat ontstaan. Hè? Dus het is eigenlijk het overheersen van het symbolische op het rituele. Want wat is nou Sinterklaas ritueel? Maar ja, daar moet je meegemaakt hebben. Maar als je er vervolgens symbolische eruit gaat trekken en gaat verbinden met bijvoorbeeld zo'n Amerikaanse toestand, krijg je iets heel anders. En waarmee ik helemaal niet zeg dat je niet zou moeten veranderen, hoor. Tuurlijk, hè, dat valt best over na te denken. Maar je moet wel beginnen met het is wel iets anders. Ja, daar begint het mee. Het is iets anders. En wat ik altijd zo, en wat er in toenemende mate jammer is aan dit soort gesprekken, is dat het steeds moeilijker lijkt te zijn om daar in alle rust een gesprek over te voeren. Dus bijvoorbeeld tradities, ik noem nogal wat voorbeelden van tradities, die gewoon van karakter zijn veranderd, waar we eigenlijk helemaal niet ons zo druk over hebben gemaakt. Maar dat het ook volstrekt normaal is dat tradities in de loop van de tijd veranderen. Die komen op, die veranderen, die passen zich aan de tijdgeest. Dus dat gesprek wil je kunnen voeren. Ja. En dat wil je ook kunnen voeren op een manier waarbij het argument komt van maar het Sinterklaasfeest heeft ook een andere betekenis. Nou, we hebben het hier heel lang over Sinterklaas, maar het staat symbool voor iets groters. Nee, absoluut. Hè. Dus het heeft een kleine rol in je boek, maar je ligt er wel inderdaad een verschijnsel aan toe. Hey, je refereert ook aan het onderzoek dat gedaan is door het Centraal Cultureel Planbureau over de ervaring van identiteit, hè? Nederland door de ogen van de Nederlanders. Ja. Hoe kijk jij naar die Nederlandse identiteit? Ja, ik was daarbij betrokken. Dat was dus ik had die periode, dat was een hele fascinerende periode. Ik had die periode in de Verenigde Staten gewoond, kwam terug. Trump werd gekozen in de Verenigde Staten. En ik kwam die natuurlijk echt op die nationalistische
agenda slaat, ja. Of trommel slaat. En ik kwam terug en ik kon in 2017 meegaan doen met een groot onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau naar hoe identificeren Nederlanders zich met Nederland. Dus er was niet de vraag wat is de Nederlandse identiteit, maar hoe identificeren Nederlanders. En onderdeel daarvan was een hele serie groepsgesprekken door het land. En dat was fascinerend, om allerlei redenen. Maar misschien nog wel de eerste en voor mij meest die me nog het meest bijstaat, is dat ik zag dat de dynamiek in veel van die gesprekken, die had akelig veel weg van die dynamiek die ik in die jaren daarvoor in de Verenigde Staten had gezien. Die zeggen, wat is hier aan de hand? De onderwerpen waren anders. Hè? Dus hier ging het over de felheid waarmee over de Europese Unie werd gesproken. De felheid waarmee over Zwarte Piet. De felheid waarmee... Over migratie, maar op een andere manier. Hè? Het migratiedebat in de VS is toch wat anders dan het migratiedebat in Nederland. Maar je zag dus diezelfde thema's terugkeren. Diezelfde felheid terugkeren. En dat was mijn eerste observatie. Wat is hier aan de hand? Dat was een belangrijke prikkel. De toon. En wat denk ik de kracht van dat onderzoek is geweest, dat heeft lang geduurd, het was moeilijk. Maar wat de kracht ervan is geweest en wat het SCP denk ik heel mooi heeft gedaan, is laten zien wat is voor Nederlanders, allerlei soorten Nederlanders, nou een bron van identificeren met je land. Ja. Dus dat was een hele open vraag. Ja. En dat is uiteindelijk vertaald in, kun je dat ook concretiseren in termen van misschien bepaalde symbolen, vrijheid van meningsuiting. Nou, daar staan dus die vrijheden, die staan heel erg hoog op de agenda. Maar een aantal van die symbolen en tradities ook. Ja. En wat we daar zagen is dat voor veel mensen die combinatie juist zo krachtig is. Maar we zagen ook dat als je mensen onder druk zet, dat ze dan zeggen van ik in eerste instantie, als ik echt moet kiezen, met een pistool op mijn voorhoofd bij wijze van spreken, nou dan leun ik wat meer richting, ik hecht wat meer belang aan die symbolen en tradities. Dus dat, zodra er druk op de discussie komt, zag je dat uit die grote gemene deler uit elkaar begon te vallen. En dat is precies wat je de laatste jaren in Nederland ziet gebeuren. Dus op zo'n belangrijk thema als op welke gronden identificeren Nederlanders zich eigenlijk met Nederland. Mm-hmm. Daar was, ik meen dat, ik heb de getallen aangehangen, dus 85% van de Nederlanders zit in die grote groep in het midden. Die zowel vrijheid van meningsuiting, recht op demonstratie, symbolen en tradities, dodenherdenking, bevrijdingsdag. Dat zijn allemaal items die in die top 10 staan. En dan komt er druk op de ketel. En dan zie je dat mensen een relatieve voorkeur gaan uitspreken. Dat wil niet zeggen dat andere er helemaal niet meer toe doet. Maar ze hebben het gevoel te moeten kiezen. En dan kiezen ze voor één van die twee kanten. Dus dat valt dan uiteen. En waar komt dan die druk vandaan? Nou ja, daar zie je de kwalijke rol van sociale media terug. Ja, uit het onderzoek kwam ook dus wat de Nederlanders zelf zeggen. Hè? Dat is dan de Nederlandse taal. Dus dat staat dan op nummer 1. Dat staat echt stip op 1. Dat staat met stip op 1. Dat is een identiteit. Daarom is het ook wel tamelijk ironisch dat zo'n universiteit, sommige volledig, andere ten dele, verengels. Denk ik, dat is eigenlijk dat wat het meeste je identiteit is, dat laat je los. Dat onderhoud je niet meer. Dus dat is natuurlijk significant. Hebben we het ook wel iets over die space of flows, om het dan maar eens lekker in het Engels te zeggen. Die globale stroom, wereldstroom van waar mensen in zitten. Tweede was vrijheid. Ja. Ook fascinerend, toch wel. Maar die vrijheid, als je dus, dan moet je doorvragen. Ja, hè? Want wat is dan vrijheid? En dan zie je dus precies datzelfde waterscheidingsmoment, namelijk is dat dan de vrijheid om vast te mogen houden aan je eigen symbolen en tradities, of is het de vrijheid om daar ook tegen te mogen demonstreren? Ja. En dat maakt het zo spannend. En dan zie je dus de ook vrijheid dat het gaat schuren. Die een ander gunt. Nee, want dat dacht ik wel. Je zegt ook heel uitdrukkelijk, het is wat Nederlanders zeggen, maar het betekent nog niet dat wat ze zeggen ook datgene is wat ze doen. En dat wat ze zeggen is ook nog niet precies dat wat ze zijn. Terwijl we hebben een aantal jaren geleden vanuit het Centrum Ethos dat boek Waartoe is Nederland op aarde. Ik heb daar zelf een bijdrage geleverd en daar vertrek ik vooral vanuit het landschap. Vanuit de ervaring van je gaat de grens over en je ziet eigenlijk al het landschap veranderen. Ja. Dus ik ben zelf opgegroeid in Zeeuws-Vlaanderen. En als je de grens overging, dan was het meteen van, wat is het hier voor rommel? Ik werd altijd, wij woonden toen ik kind was in het zuiden van het land. En dan reden we nog wel eens de grens over. En als kind viel ik in slaap in Nederland en werd weer wakker als we in België over de weg reden. Want dat hobbelde bobbel, die hele infrastructuur was heel anders. Maar dat zegt natuurlijk iets over een mentaliteit, over een...
zoals Aristoteles het noemt, een ethos. En wat overigens verbonden is ook met je woonplaats. En je ziet het in de huizenbouw, allemaal stedenbouw. Daar zie je eigenlijk veel meer al ook een Nederlandse identiteit, denk ik, in de praktijk. Wat natuurlijk fascinerend is, op het moment dat jij dat dus zo schetst, hè, dus een aantal van die zaken, en tegelijkertijd dus opmerkt van ja, maar kennelijk als de druk op de ketel komt, dan zien we dus dat die consensus, dat die heel snel, nou kun je zeggen, ook dat is misschien wel heel Nederlands, hè? Dus dat wij, we hebben allerlei kerkscheidingen gehad, dus die fragmentatie van de politiek waar jij het over hebt. Ja. Nou ja, kijk naar de geschiedenis van de hervormde kerk. Het is één reeks van afscheidingen en weer nieuwe groepen die zich vormen. Het is altijd gevaarlijk om te gaan praten over de Nederlander of de Nederlandse identiteit. Maar wat wel bekend is en wat ook uit alle internationale ranglijstjes komt en alle internationale vergelijkingen komt. Ja. Nederlanders zijn ongelooflijk geïndividualiseerd. Ja. Dus ook, hè, dus we weten dat we kijken vaak terug en dan kijken we naar onze ouders en onze grootouders. Maar het gaat met name om hoe doen we het eigenlijk relatief ten opzichte van samenlevingen om ons heen. En dan komt er keer op keer uit dat Nederlanders, we hebben over het algemeen wat moeite met hiërarchie. Ja. En we zijn toch wel heel erg sterk geïndividualiseerd. En ik vertaal dat, ik probeer al die ingewikkelde begrippen te vertalen naar, wat betekent dat dan? Nou, individualisering betekent, dat bepaal ik zelf wel. Ja. Nou, dat is de dominante norm geworden. Ja, ja, zeker. En dat zie je dus, om dat terug te leggen bij die kerkscheidingen. Zeker. Ja, dat bepaal ik zelf wel. Ja, exact. Ja. Dan begin ik wel voor mezelf. Ja, want het is individualisering. En ik denk namelijk, dat zien we op dit moment denk ik ook op die sociale media. Maar dat zag je bij die kerken ook. Ja, dat bepaal ik zelf wel. Maar dan zit je wel weer in je groepje. Ja. Wat je natuurlijk wel ziet, ik zou zeggen in Nederland, dat zeg ik ook ergens in die bundel volgens mij, maar die combinatie van anarchisme en conformisme. Ja. Dus zowel bepaal ik zelf wel, maar dan wel toch weer een eigen hokje. Maar volgens mij heeft dat, ik weet niet of dat nou uniek Nederlands is, volgens mij is dat gewoon menselijk. Menselijke behoefte om bij een groep te willen horen. Ja. Daarom geloof ik. Een soort antropologische constante. Ja. Maar laten we zeggen, in de zuilensamenleving zag je dat bij uitstek natuurlijk. Ja. En in die afsplitsingen. Ja. Maar een variant daarvan. En misschien dat sommige mensen daar gelijk van op hun achterste benen slaan. Maar een variant daarvan is de alsmaar langere uitbreiding van de afkorting LGBTQ+. Ja, absoluut. Dat is diezelfde menselijke behoefte om in je identiteit erkend te worden. Ja. Ja, nee, zeker. Het is moderne verzuiling. Zeker. Dat heeft ook geen einde, denk ik. Maar op het moment dat je weer helemaal bij het individu bent, dan staat hij wel weer heel alleen. Dus zoekt hij toch weer zijn eigen groepje. Ja. Dus, dat is inderdaad de moderne fragmentatie die we zien. En dat is een onderdeel van die perfect storm, zoals jij hem... Maar er zitten foto's in. En er zit twee foto's in die ik zelf wel heel erg tekenend vind. Dat is namelijk een verkiezingsbord, van die grote houten borden die dan altijd buiten staan, met posters van politieke partijen. En één uit 1981 en dan hangen er iets van 6 partijen. En één van afgelopen jaar, of dit jaar, 2021. Ja. En daar hangen 37 posters. Ja. Ja, het is op zich, ik ben daar heel, ik vind dat ingewikkeld, want aan de ene kant is het prachtig dat mensen zo democratisch op deze manier hun weg proberen te vinden in het politieke bestel. Aan de andere kant, het heeft ook iets onwerkbaars gekregen. Want om het heel praktisch te maken, als jij als één met twee leden misschien, of twee mensen in de Kamer komt, of in je eentje in de Kamer komt, ja, de commissie buitenland vergadert om 11 uur, de commissie financiën vergadert om 11 uur, en de commissie gemeentelijke herindeling vergadert ook om 11 uur. Om maar te zwijgen over al die stukken die je moet lezen. Exact. Dus er doet zich een ongelooflijk praktisch probleem voor. Hoe doe je dat dan? Nou, en ik hoop dat in die zin de wal het schip een beetje gaat keren. Dat we ook zo nuchter zijn om te onderkennen, ja, misschien dat we hier onszelf wel een beetje in de weg zitten. Dit is allemaal prachtig vanuit het idee, ik wil gekend worden in mijn individuele ik. Ja, maar dit heeft natuurlijk ook te maken met, kijk, je kan zeggen, de oude zuidersamenleving had nog het voordeel van een, laten we zeggen, een vorm van gelijkgezindheid. Mm-hmm. Waarbij je
een aantal levensgebieden, of het nou onderwijs, kerk was, zorg, bij elkaar kon nemen. En als je het dan hebt over hoger en lager opgeleid, nou, dat heb ik het hier met Wim Voermans ook wel eens over gehad. In de kerk zaten ze bij elkaar. Ja. Bij de socialisten was dat eigenlijk ook nog wel het geval. En ik denk, precies wat jij natuurlijk hebt beschreven, op het moment dat je en die globalisering ziet, dat eigenlijk die kloof tussen hoger en lager opgeleid verstoord raakt. Ja. Of dat die zo groot wordt. Maar ook dat een elite niet meer echt zorgt voor die, laten we zeggen, die locals. Ja. Zie je natuurlijk ook dat die sociale structuren en die politieke structuren die daarbij horen, of het nou de zuil en de partij is, dat dat matcht niet. Nee. Nee, dus we hebben tegenwoordig ook te maken met een gezagscrisis. Dus je gaat precies alleen nog maar naar dat politieke partijtje. Wat enigszins dan overeenkomt met jouw voorkeuren. Hangt heel erg op de persoon. Ja. Op het moment dat er een ander komt, denk je, nou ja, die zegt het wel toch een beetje anders. Ja. Nee, ik denk dat. Ik denk dat. Dus als je denkt in termen van een samenleving, die bestaat ook een beetje bij de gratie van een onderliggende structuur, waarbij je verticale banden hebt, dus tussen klasses onderling, maar ook horizontaal groepen die elkaar weten te vinden. Als we horizontaal volledig individualiseren en als we verticaal ook uit elkaar vallen, dan zijn het allemaal losse elementen. En wat houdt ons dan nog bij elkaar? En dan krijg je dus een discussie over, wat is dan eigenlijk mijn identiteit? En dan ga je naar het lichaam toe. Hè. Dat was bij mij eigenlijk een vermoeden in mijn staat van verwarring 2013. Want het lichaam was een soort locus van identiteit. En dat is een, dat zie je natuurlijk ook de laatste 10 jaar. Enorm sterke nadruk komt op die lichamelijkheid. Hè. Of het nou mijn ras is, of mijn kleur, of mijn tattoos. Ook. Ja. Als je behoefte hebt om daar je identiteit te verankeren. Ja. Die zoektocht naar andere symbolen die jou dan dragen in die identiteit die je ook wil uitdragen. Ja. Ja, maar ook die je bijna nu op de huid geschreven moet zijn, om het zo maar bijna letterlijk maar te noemen. Hey, zeg maar, naar het einde van het boek doe je toch een voorstel om uit laten we zeggen, de catastrofe van de perfecte storm, om die te vermijden. Ja. Misschien goed om daar ook mee te eindigen. Hè? Ja. Want we hebben een diagnose waar we zien, we zien dus die Nederlandse identiteit, die is er wel, wanneer je mensen dan aan vraagt. Maar wanneer het wat op de spits wordt gedreven, zie je toch hoe die polarisatie optreedt, hoe die individualisering dat eigenlijk nog sterker maakt. Tegelijkertijd de behoefte aan nieuwe identiteiten doet toenemen. Nou, dat zien we dan ook volop. Sociale media die dat versterken. Ja. De vraag is dan hoe nu verder? Ja, hoe gaan we verder? En jij zegt, op het einde kom je in ieder geval met een programma. Je zegt, hier moeten we eigenlijk opnieuw over na gaan denken. Ja. Dat is een beetje moralistisch ook, maar dat is denk ik ook daar ontsnap je niet aan, hè? Bij dit onderwerp ontsnap je daar niet aan. Nee, maar het is het goede leven. Je wil iets goeds doen. Dus, en je wil ook zo'n hoofdstuk, je wil een boek afsluiten met het idee van hoop. Ja. En niet met het idee van, het oordeel, het eindoordeel is aanstaande. Dus. Ik denk dat het dus aansluitend. Dus wat ik doe is ik probeer aan te sluiten bij die analyse. Dus als het zo is, wat ik denk dat zo is, dat ongelijkheid een belangrijk probleem of een belangrijke oorzaak van dit probleem is, dan moet je dat ook aanpakken bij de bron. Dus dan moet je niet zeggen, die polarisatie die komt door sociale media en we moeten alleen wat op sociale media doen, want dan pak je die onderliggende structurele factoren niet aan. Dus dat betekent dat je moet nadenken over waar komt die ongelijkheid in Nederland vandaan. Nou, dan kom je al heel gauw bij discussies over inkomen versus vermogen. We hebben het erover gehad. Ja. Vermogens, dan kun je vervolgens invulling geven. Hoe moet dat dan vorm krijgen? Maar vermogensheffing. Ik denk dat we ook moeten nadenken over een... En arbeidsloon? Arbeidsloon. Ik denk dat we over moeten nadenken over een... Maar goed, dat is natuurlijk. Ik bedoel, je refereert aan de WTO, jaren 90, de versnelling eigenlijk in het hele globaliseringstraject. Ja, maar ik denk dat daar ook een natuurlijk einde aan komt. Want dat wou ik eigenlijk zeggen. Dat las ik niet, maar dat is wel een van de dingen die ik dacht van dit betekent toch ook dat de globalisering zoals we het gekend hebben, toch een nieuwe fase in gehad. Ja, absoluut. Dus als je cijfers op een rijtje zet, gewoon historische cijfers, dan we denken vaak dat waar we nu in zitten, dat is het dan. Hè? Dat is een beetje menselijk. Maar als je terugkijkt, dan is die periode van zo rond
1990, 1995 tot 2010. Dat is een periode waarin historisch gezien een enorme versnelling zit in die globalisering. Ja. Ja. Daarvoor en daarna, dus waar we nu in zitten, is dat al aan het, was dat lager of is dat afgevlakt? Dus ja, waar we nu in zitten, sommigen spreken al over deglobalisering. Ja, dat vind ik een te stevige term. Je zou ook kunnen zeggen, het is eigenlijk normalisering. Of wat een nog betere term is, en dat is ook het woord wat ik gebruik in het boek. Ik denk dat we, en dat zie je dus ook bedrijven doen, in plaats van productie te verplaatsen naar Bangladesh, wordt het nu wat dichterbij gezocht. Nou ja, dus Zuid-Italië of Turkije. Nou, dat is een proces wat al gaande was, maar wat nu versneld is. En ik denk dat door corona met name, door COVID, is dat versneld. Het besef. Die problematiek, denk ik, te tweeledig. Zowel rond de aanvoerlijnen, wat we nu zien, en ook het bewustzijn van een groeiende afhankelijkheid van China, zelfs waar het gaat om onze mondkapjes. Exact. Dus die combinatie, die maakt dat er gewoon economische prikkels zijn. Ja. Waarom, en daarom ben ik ook wel positief. Hè? Dus ik ben te veel econoom om niet te geloven in economische prikkels. En ecologische inmiddels ook. Exact. En dat wordt dus steeds meer verdisconteerd in een prijs. Nou, dat is de enige manier waarop dat echt goed gaat werken. Maar dat zie je dus nu al. En dus waar je een paar, nou, tot vlak voor corona kon je een container uit China huren voor minder dan $1,000. Ja. Dus van Shanghai naar Rotterdam, minder dan $1,000. Dat is nu factor 5, geloof ik, of factor 7. Het hangt er een beetje vanaf hoe en wat precies. Maar dus die markt is al aan het veranderen. En het idee dat grootschalige bedrijvigheid zich inricht op een systeem waarbij het elke keer just in time is. Dus minimale voorraden, maximale efficiëntie. Ja. Dat verandert in een ander scenario, wat ook wel eens wordt genoemd just in case. Dus meer onzekerheid in het systeem inbouwen. Ja, dat zien we zelfs nu in een discussie rond onze IC's. Hè, die eigenlijk ook helemaal lean en mean zijn ingericht. Maar, dus daar komt een natuurlijke tegenbeweging. Die is al gaande. Die gaat misschien volgens sommigen te langzaam. Dat zou misschien sneller kunnen. Dat is allemaal waar, maar het gebeurt. Dus dat is, één ding. Ja, dus dat hangt samen met dat vermogensongelijkheid. En dus het proces van globalisering, wat een nieuwe fase in gaat. Ja. Dat is één. De tweede. Ik maak er nogal een punt van dat we toch echt wat in ons gedrag moeten veranderen. Namelijk, we hebben de neiging om heel erg te denken vanuit individuele rechten. Dus dat gaat samen met dat bepaal ik zelf wel. Ja. Dus de combinatie van denken in termen van, ja, dat is mijn recht. Ook, ik ga mijn recht wel halen. En als ik in een maatschappelijke discussie, ja, de juridisering van de samenleving, dan laat ik de rechter wel een uitspraak doen. En sterker nog, dan laat ik niet alleen de rechter een uitspraak doen, maar die kan dan ook iets zeggen of ik heb gewonnen of verloren. Dus het framen in termen van winst en verlies, en ook het framen van een democratische meerderheidsbeslissing in termen van winst, en daarbij degene die toevallig tot de minderheid behoort gelijk eigenlijk het recht op zijn of haar standpunt ontnemen, ja, daar moeten we echt zo snel mogelijk vanaf. Ja. Het lijkt wel alsof we basisles democratie zijn verloren. Ik vind dat ook helemaal fout in Amerika. We hebben de meerderheid, bam, we gaan dus. Ja. Dus dat hele sentiment wat bij bijna de helft van de bevolking leeft, doet er helemaal niet meer toe. Nee. Maar dan komen we terug bij wat we eerder zeiden. Dus wat je daar ziet is dat het niet meer gaat om een meerderheid en een minderheid, maar dat vertaalt zich in 0-1, voor-tegen. Ja. Absoluut. En ik denk dat we daar. Ja, als je samen in een huis woont, kun je beter maar een beetje rekening houden met wie in je huis woont. Exact, en dat doen we nu niet. Nee. En denk we hebben nu de macht. Dus je ziet het nu bij Biden, maar je zag het bij Trump ook. Dat gaat los van. Dat is los van politieke partijen. Dat is los van politieke kleur. De een probeert het nog wat meer dan de ander. Ja. Maar het vervelende is dat het aan allebei de kanten of aan alle kanten gebeurt. Je hebt 51% en je neemt de 100. Ja, precies. En je wrijft het er nog even in ook. Ja. Dat is, want wij zijn aan de macht. Ja, dus daar zal ook iets moeten veranderen. Dat is eigenlijk politiek bewustzijn. Hè? Want ik vind dat ik denk dat daar hadden denk ik de oude zuilen toch wel iets meer consideratie. Dat ze wel begrepen wat de gevoeligheden van de anderen waren en je daar dus niet overheen ging. Ja. Terwijl we nu zoiets hebben, daar moet je maar mee leven. Terwijl aan de andere kant juist die gevoeligheid dus kennelijk tot een soort maatstaf maken. Hè? Want dat is een paradoxale. Ja. Dus je had het net over die LGHB enzovoort. Daar zie je dat enorm als een soort. Maar dat is, kijk, dat is ook een groep, hè? Dus bij elke groep die in opkomst is of die een label aan zichzelf wil geven, als ik me met een groep iets nieuws wil organiseren, dan wil ik ook graag erkenning. Dus dat is heel normaal menselijk. Daar zie ik het probleem ook niet zo. Maar waar het mee samengaat is,
ik richt mijn eigen groepje op, maar ik delegitimeer de ander. Ja, of dehumaniseer zelf. Zelfs dat nog. Dus dat is nog een stap verder. En daar zit wel echt een heel groot gedragsprobleem. En daar zitten we denk ik onszelf gewoon in de weg. Ja. Ja, dat is echt een moreel appel. Daar ben ik helemaal mee eens overigens. De derde zegt ook echt, we moeten over tech gaan nadenken. Ja, je kunt niet over sociale media beweren dat gaat zichzelf al oplossen. Daar zal iets moeten gebeuren. Dus daar zijn al heel veel initiatieven. Soms een beetje grassroots-achtig. Maar er ook wel serieuze initiatieven. Wat heel spannend wordt de komende jaren, in hoeverre gaat de Amerikaanse overheid doorpakken bij het eventuele opknippen van Facebook. Ja. En mensen denken vaak, nou dat is allemaal uniek, maar het is niet uniek. 100 jaar geleden hadden we een olieindustrie, dat werd een monopolie en die is toen ook opgeknipt, Standard Oil. Dus het is niet nieuw, er is wetgeving voor. De vraag is of dat de lobby gebroken kan worden, want dat is de grootste vraag. Ja, en waar je denk ik ook nog wel mee te maken hebt, is natuurlijk dat steeds wordt gewezen op het schaalvoordeel. Hè? Dus dat de data en meer data uiteindelijk een beter product oplevert. Ja. En dat China dan het grote voordeel heeft, omdat ze met die, wat is het, WeChat, zo'n beetje alles weten te integreren. Nou ja, en wij zouden dan eigenlijk op achterstand. Dat is ook een van de argumenten die je hoort. Hè? Ja. 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 Nou, diezelfde schaalvoordelen, die zijn ook verantwoordelijk voor de opkomst van diezelfde sociale media. Nee, absoluut. Het feit dat je nu met relatief weinig geld in staat bent om een nieuwskanaal, wat je noemt een nieuwskanaal. Wij zijn hier de belichaming ervan. Ja, maar dit is er één van. Maar Thierry Baudet begint ook zijn eigen journaal op het internet. En zo zijn er nog veel meer partijen die dat kunnen en die dat doen. En dan wordt het ook heel ingewikkeld. Als tel daarbij op dat die algoritmes bepalen waar je terechtkomt ten aanzien van nieuwsgaring, dus waar en wat je leest. Ja, dan is dus de combinatie van en relatief makkelijk om iets op te richten, plus algoritmes die jouw nieuwskanalisering. Ja, dan kom je ook niks meer toevallig tegen. En onverdraagzaamheid, hè, waardoor je dus eigenlijk een ander geluid ook niet meer wil horen. Ik geef wel eens aan studenten het voorbeeld van het lezen van een krant. Dat doen ze nauwelijks meer. Ja. Maar ik zei dat had één heel klein, maar cruciaal voordeel. Die sloeg je open, je kocht hem voor, je zag iets op de voorpagina. Je sloeg hem open en al lezende, op bladend, kom je ook onderwerpen tegen waarvan je denkt, of ik weet er niets vanaf, of ik vind er wat van, maar het bevalt me niet helemaal. Maar dat valt weg. Ja. Nee, je gaat echt op je eigen interesses en je eigen voorkeuren. Ja. Absoluut. Dus de bal ligt ook voor een deel bij onszelf. Maar ik ben benieuwd. Maar dit worden hele zware om te tackelen. Ja. Want het hangt, om met McLuhan te spreken, de medium is de message. Het hangt bijna met het medium zelf samen. Dus het is een hele, hele lastige. Maar ik deel je mening. Ik denk dat daar voor onderwijs weer een heel belangrijke taak ligt. Maar zoals dat zich nu ontwikkelt in Nederland, zie ik nog niet meteen het antwoord. Ik heb heel lang getwijfeld of ik een tiende zou toevoegen. Tiende, want ik noem negen suggesties hoe we hier een beetje uit kunnen komen. En de tiende die ik in mijn hoofd had te maken met onderwijs. Ja, die miste ik dus ook. Ja, maar die heb ik niet aangedurfd, omdat ik dacht, daar voel ik me. Ik voelde me daar niet stevig genoeg voor om daar stevige uitspraken over te doen. Wat ik wilde schrijven, had de strekking van, we kunnen lang praten over meer geld naar docenten. We kunnen lang praten over het aantrekkelijker maken van het basisonderwijs. Daar heb ik het dan met name over. Maar de crux is hem volgens mij kleinere klassen maken. En daar zijn maar twee partijen die daarvoor op een knop hoeven te drukken. Dat is de Rijksoverheid door te zeggen, we verzeggen dat het maximum zoveel is per klas. En dat zijn lokaal de gemeentes die gebouwen beschikbaar maken. Die twee partijen, die zijn daarvoor verantwoordelijk. Ja, en dan moet je ook nog de leraar hebben. Ja, maar de rest volgt daar niet automatisch uit. Maar als jij kleinere klassen hebt, dan gaat de kwaliteit omhoog. Als je een kleinere klas hebt, wordt het vak interessanter. Ik ben het helemaal mee eens. Ik denk dat dit een belangrijke idee is. En volgens mij zou je ook met het docent centraal zich van, goh, we gaan die in de positie brengen. Dat betekent niet dat die zomaar kan doen en laten wat hij wil. Maar wel dat hem faciliteren, dat hij niet een slaaf wordt van dan wel het instituut, dan wel van zijn eigen leerlingen. Ja. Ja, dan wordt het aantrekkelijk. Hè? Maar ik denk dat het op dit moment, maar
dat heeft te maken, dus ik heb dat, die laatste stap naar wat het voor het onderwijs of wat het onderwijs ook, dat heb ik niet gezegd, maar ik doe wel wat uitspraken over het publieke domein in meer algemene zin. Ja. Dus de relatie tussen burger en overheid en de manier waarop de overheid optreedt, dat is ook een uitkomst. Het hangt met die perfecte storm samen. De manier waarop we naar de rol van de overheid zijn gaan kijken, die is veranderd in de afgelopen 30, 40 jaar. En daar kunnen we dan allerlei politieke labels op plakken als neoliberalisering. Nou, dat heb ik bewust niet gedaan. Ik noem het economisering. Maar het denken in termen van klant. Het denken in termen van... Absoluut. Absoluut. Ja. En dat vraagt toch een andere manier om naar het publieke domein te kijken. Eigenlijk andere grondbegrippen. Waarmee je ook inderdaad ook als overheid kijkt naar je eigen taak. Maar de wal keert het schip, hè? Want op het moment dat je zegt, in Nederland is de staatsschuld is weer onder de 60%. En zelfs na corona ziet het er allemaal fantastisch uit. Nou, de tegenhanger daarvan is, in 2015 hebben we een belangrijke wet hebben we gedecentraliseerd. En het eindresultaat is nu dat 8 van de 10 gemeenten krijgen de begroting niet rond. Ja. Dus we hebben de jeugdzorg gedecentraliseerd. Ja. We hebben nog wat andere elementen uit die WMO gedecentraliseerd. En het eindresultaat is, op nationaal niveau zit die rijksbegroting, die zit onder de officiële Europese regels. En op lokaal niveau komen we niet uit. En niet een beetje niet uit, maar 80% van de gemeente komt niet uit. En dan hebben we het nog niet over de burger zelf, die zich als nooit tevoren in de schulden moet steken. Want onze private schuld in Nederland, die is torenhoog. Ja. Dus dat is ook de ironie. En we zeggen, maar het gaat goed met Nederland, maar als je de totale schulden privaat en publiek bij elkaar optelt, dan ziet het plaatje een stuk minder gunstig uit. Hè? Dan kun je daar wel de pensioengelden tegenover zetten, want dat hoor je dan altijd. Maar dan hebben we meteen ook weer dat ongelijkheidsvraagstuk. Ja, exact. Dat heb je dan gelijk te pakken. Ja. En er komt steeds meer discussie over regionaal maatschappelijk onbehagen. Dus het maatschappelijk onbehagen dat zich in bepaalde gebieden zou concentreren. Ik woon zelf in Groningen. Ik heb ook de scheuren in mijn woning zitten. Ik woon in het centrum. Ik woon niet in zo'n dorpje buiten de stad Groningen, maar ik woon gewoon in het centrum. Kijk, ik begrijp die papieren die ik moet invullen. Maar ook bij mij in de straat is er al sprake van onuitlegbare rechtsongelijkheid. Ja. Dus ik woon in een set huizen. Dat zijn 6 dezelfde huizen. Hoe is het mogelijk dat als ik in een bepaalde maand een aanvraag doe, dat ik een x-bedrag krijg, maar mijn buurman met dezelfde scheuren in hetzelfde huis, maar in een andere maand de aanvraag doet, dat die een totaal ander bedrag krijgt? Dat is niet meer uit te leggen. Ja. Dus tel daar dan bij op. Extra factoren als, ik begrijp niet meer waarom ik word afgerekend op deze zaken. Wat ik noem, eigenlijk de verzorgingsstaat zou je eigenlijk weer terug moeten schalen naar een wat minder selectieve, minder conditionele verzorgingsstaat. Dus laten we nou eens wat minder regeltjes en wat meer vanuit vertrouwen opereren. Iedereen gaat dan roepen van, dat kan niet, dat is veel te duur. Maar dan zet ik daar tegenover, wat kost het uitvoeringsapparaat wel niet om al die regels uit te voeren? Ja, absoluut. En wat is de prijs, die misschien helemaal niet in geld is uit te drukken, die je betaalt als het, zoals nu, misgaat met zo'n kinderopvang? En de overheid, als je kijkt naar de publieke middelen, de uitgaven zijn volgens mij meer dan vertweevoudigd sinds de jaren 90. Ja. Dus het is niet dat we minder geld uitgeven, maar misschien wel minder doelmatig. Exact. En ook niet goed weten wat ermee gebeurt. Ja. Maar dat is meer een persoonlijke ergernis ook wel, omdat ik dat in het universitaire heel sterk merk. Je krijgt de structurele begroting, die wordt kleiner. En je krijgt tijdelijke financiering om allerlei structurele dingen te blijven doen. Ja, dat is wel heel ingewikkeld. Ja, daar worden mensen heel ongelukkig van. En dat is niet alleen bij ons. Dat is niet alleen in de strijd, in de zorg, bij de politie. Dat is eigenlijk in het hele publieke domein. Ja. We moeten gaan afronden. Ja. Het was mij genoegen. We hebben nog maar een deel van je boek kunnen behandelen. Ik denk wel een paar belangrijke lijnen. Dank je in ieder geval voor je komst. Dank je wel, Ad. We gaan dit gesprek op een ander moment en op een andere plaats gaan we nog zeker voortzetten. Dankjewel. Beste kijker, als je meer van dit soort uitzendingen van De Nieuwe Wereld wilt blijven volgen, abonneer je dan op ons kanaal.